Op dit trainingsveld van Victoria op Dam overleed precies een jaar geleden voetballer Ellard Kootker aan een hartstilstand. Ik zat op de bank en de telefoon toen ging en toen zeiden ze van er is wat met Ellard en het is niet goed. Nou, ik zeg kom eraan. En toen ben ik hier naartoe gegaan met de auto en toen zag ik het dan. Het gebeurde als een donderslag bij heldere hemel. Nee, 29, zo gezond is wat. Nooit gerookt, nooit geen drugs. Af en toe een biertje aan. Zo'n 30 spelers van Victoria op Dam waren er getuigen van. De mannen waren allemaal wel down en toch een stuk geschrokken en verdrietig uiteraard. Dit hadden eigenlijk de meesten nog niet meegemaakt in hun jonge leven. Dus, het hakte er wel in. Om Ellard te herdenken speelde Victoria O tegen zijn oude club SVW 27 uit zijn woonplaats Heerhugowaard. Ja, het is nu eigenlijk precies een jaar terug. En dat is heel, heel dubbel, heel moeilijk, maar wel heel mooi. Want de opkomst en de emoties geven aan wat Ellard Kootker betekend heeft. Ook voor Step One, een stichting tegen armoede in Afrika, waar Ellard medeoprichter van was. En daarom kon er gedoneerd worden. Ja, het is wel voor Ellard en niet Step One. Hoewel heel veel mensen zeggen dat dat één was. Maar we willen Ellard eren. En dat Step One daar dan ook iets van meepikt, dat zou mooi zijn. En Ellard wordt gemist. Niet alleen bij zijn team, maar ook bij zijn moeder Vicky Leek. We gingen ook samen naar AZ met z'n tweetjes. Al 17 jaar. En ja, dat is er dus niet meer. Dat mis je gewoon.